Royston, wie heb je allemaal meegenomen? Ik heb mijn zoon Desley meegenomen, mijn neefje Ayani, mijn nichtje en neefje en Mick, dat is een vriendje van Desley. En Rayetje, mijn jongste dochter. Je vindt de plopkappen erg interessant van de microfoon. Laten we toch proberen over de wedstrijd te hebben. Wat dacht jij in het eerste kwartier van deze wedstrijd? Nou, ik zou eerlijk zeggen dat ik denk niet dat we heel slecht aan de wedstrijd beginnen. Ik denk dat we zeker wel gewoon laten zien dat we heel graag snel die goal willen maken. En eerste kans komt toch bij mij. En dan heb ik altijd de gedachte van ja, die goal gaat snel vallen. Op een gegeven moment komen hun met er eigenlijk een hele goede actie van hun. Pas op, hè. Okay. De plopkappen getikt door de kleinste. Komen hun met een eerste mooie actie van hun, gelijk 1-0 voor. Nou ja, dan kom je ook nog 2-0 achter. Dan weet je natuurlijk dat je gas moet geven als je deze wedstrijd nog wil winnen. Natuurlijk, dan kan je zeggen van ja, we hebben veerkracht getoond, dit en dat, maar dat telt niet. Ik bedoel van, wij weten ook heel goed dat we die wedstrijd niet achter mogen komen. Dat we niet achter mogen komen. Uiteindelijk weet je, we zijn met 4-2, dus daar moet je tevreden over zijn. We staan bovenaan in de competitie. Dat is voor ons voornamelijk heel erg belangrijk en we gaan nu ons al klaarstomen voor de wedstrijd die gaat komen en dat is tegen NEC. Is de veerkracht van vandaag, is dat ook iets waarvan jij denkt van dat ook positief is, dat dat zo bevestigd wordt dat Sparta ondanks een 2-0 achterstand en een slecht begin toch die wedstrijd voor de rust eigenlijk al om weer te draaien? Nee, met alle respect naar Jong FC Utrecht. Ik bedoel, van het zijn jonge jongens die opkomstig zijn. Dus voor ons in dat geval is dat eigenlijk falen, om het zo maar recht te zeggen. En dat is niet hetgene wat wij eigenlijk zoeken. Ja, veerkracht is in dit geval geen compliment. En dat klinkt misschien heel stom, maar dat is voornamelijk naar mezelf toe en naar mijn teamgenoten toe. Wij weten wat voor kwaliteit we hebben en dat we eigenlijk elke wedstrijd optimaal moeten geven. Maar deze wedstrijd moet je eigenlijk vanaf het begin af aan uitspelen. En dat je wint, dat is positief. Maar het feit dat je terug moet komen van een 2-0 achterstand, dat is niet goed te praten. De schakeling van deze wedstrijd begint wel bij jou. Sparta krijgt op een gegeven moment de eerste twee goals dan tegen. Jij zet een klein beetje druk, levert een hoekschop op. En uiteindelijk scoort Sparta weliswaar een eigen goal. Maar je zag wel eventjes dat je die boel op sleeptouw neemde. Nam. Ja, kijk, ik bedoel van, je kent me nu wel een beetje. Ik denk dat eigenlijk het gehele stadion en het staf en de mensen hier binnen Sparta mij wel een beetje kennen. Ik ben een winnaar. En natuurlijk, ik maak ook net zoveel fouten als geen ander. Maar daarvoor zijn we één team. Maar ik denk wel dat een van mijn kwaliteiten is op het moment dat we moeten opstaan, dat ik er zeker wel kan staan. En tuurlijk, ik boost ook en dan ben je 3 keer ongelukkig dat de keeper hem houdt. Maar dat doet er voor mij echt niet toe. Ik bedoel, voor mijn part scoort Lars de 16 en dan ben ik net zo'n blij man, om het zomaar even te zeggen. Heb je, als je dan na afloop van deze wedstrijd, dan hoor je de uitslagen van die andere wedstrijden ook natuurlijk. Dan heeft Sparta gewoon nog een heel goed weekend. Dan ben je zeker tevreden. Ik bedoel, dan ben je zeker tevreden. En begrijp me ook niet verkeerd, hè. Nogmaals, met alle respect naar FC Utrecht, maar wij gaan natuurlijk deze wedstrijd in met de optimale concentratie, maar gewoon omdat je deze wedstrijd gewoon goed wil afsluiten. Die tegengoals, dat zit me een beetje dwars. Maar dat hoort bij voetbal, dat kan, de bal blijft rond. En die jongens kunnen ook voetballen. Dat hebben ze ook maar weer laten zien bij die eerste twee goals. Maar het liefst speel ik deze wedstrijd gewoon uit met een 3-0, 4-0. Omdat ik weet dat wij dat kunnen. Dus dan kijk naar die wedstrijd van volgende week. Je had het er al even over, hè? NEC is dan de tegenstander. Dan kan het zijn dat je heel veel spelers mist. Hoe kijken jullie daar als groep naar? Ja, dat is vervelend. Maar ook dat is voetbal. En je weet in welke competitie je speelt in Nederland. En dat we daar geen. Ze kunnen daar geen tussenweg in vinden om de competitie te stoppen. Dus we moeten daar gewoon mee dealen zoals het is. En we gaan kijken wat het gaat brengen. Ik heb het gevoel dat de kleine Drenthe misschien wel journalist wil worden. Ja, volgens mij wel. Hè? Maar ik zal het afraden. Je houdt de microfoon goed vast. Ja, daarom. Maar journalist is niet iets wat je aan zou raden. Maar dat dan. Dag. Doe maar uit. Zeg maar doei. Doei. Je vindt het allemaal heel interessant, hè? Al die lichtjes. Is goed.